times in our lives we have all pain, we all have sorrow, but if we are wise, we know that there's always tomorrow. Mijn zusje maakt tv-programma's. Toen zij mij vroeg of ik voor een programma van haar als een bekende Nederlander door de MRI-scan wilde gaan, zei ik natuurlijk, schat, bij mij gaat alles goed. Maar toen, tijdens die scan, eierstokkanker werd ontdekt, was dat een grote schok. Als ik nu terugkijk, waren er wel kleine symptomen waar ik geen aandacht aan schonk. Ik had ineens een opgezette buik die ik niet wegkreeg. Mijn geliefde zei wel eens, dat geeft toch niet, je bent nu een oma. En oma's mogen een buikje hebben. Na een zware tijd gaat het nu gelukkig heel goed met me. Ik leef. Ik leef. Ik wil afsluiten met een waarschuwing. Let goed op kleine veranderingen in je lijf. Zoals ik had met mijn buik. Dat kan het verschil maken tussen leven en dood. Lean on me. Ik heb laatst van mijn vrouw gedroomd, van Marion, die er al bijna een jaar niet meer is. Ze is gestorven na een gevecht op leven en dood dat jaren duurde. En dat gevecht tegen kanker heeft ze zoveel heldenmoed getoond. Zoveel brute kracht. En zoveel vertrouwen. Ze wilde niet sterven. Ze heeft tot het allerlaatst gevochten. Maar in mijn droom glimlachte ze naar me. Liefdevol, berustend, maar ook bemoedigend. Zo van, kom op joh. Alsof ze weet dat haar kracht, haar optimisme en haar levenslust in mij zijn overgegaan toen zij weg moest. Want zo voelt het. Ik heb haar verloren en ik mis haar. Maar ik heb zoveel van haar gekregen. Ze wilde zo graag leven. En haar wanhopige liefde voor het leven heeft de mijne verdubbeld, lijkt het wel. Er is geen seconde te verliezen, want het leven is prachtig. En ik denk dat Marion dat wilde zeggen in mijn droom. Swallow your pride. If I have things you need to borrow for, no one can fill those of your needs that you won't let show. Lean on me. Mijn moeder werkte tot haar pensioneren als kankerverpleegkundige in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Dat vond ze prachtig werk. Mensen helpen juist in een tijd die moedeloos en hopeloos lijkt. Net na haar pensioneren in 2006 kreeg ze zelf kanker. Een hersentumor. Ze heeft na een operatie en een bestraling nog maar 2 jaar geleefd. Hoe cynisch kan je het krijgen, dacht ik. Maar mijn moeder zag het anders. In de jaren 50, toen ze op haar 17e als zuster begon, overleefden mensen een hoop hersenoperatie meestal niet eens. Door 50 jaar medische wetenschap had ze er 2 jaar bij gekregen. In de laatste periode konden mijn zus en ik op deskundige wijze leren hoe we haar het beste konden tillen, verschonen en dat soort zaken. Van haarzelf.
We kregen hulp van familie, de thuiszorg, de nachtzorg, van de vrijwilligers van de hospice. Fantastische mensen. Juist in deze donkere periode opende zich een onverwacht luik aan goedheid. We moeten haar nu al 3 jaar missen. Mijn lieve, dwarse, moedige moeder Laura Kok. Ik bewonder haar en ik herdenk haar. Natuurlijk had ik hier vanavond heel erg graag bij geweest, maar dat is me helaas niet gegund. En hoe ontdekte ik nou dat ik kanker kreeg? Ik ging een lekker visje kopen op de markt, een kibbelingetje. En ik kreeg geen hap meer door mijn keel. Dus meteen naar het ziekenhuis. Ja, en daar constateerden ze keelkanker met uitzaaiingen. En dan staat de wereld in één keer op zijn kop. Ik hoop dat ze snel een middel vinden tegen kanker. Is het niet voor mij, is het voor een ander. En ik leef momenteel van dag tot dag. En morgen zien we wel weer. Voilà. When you're not strong, then I'll be your friend. I'll help you carry on. For it won't be long till I'm gonna need some.